en mijn video's gaan over gezond leven, positiviteit en ik deel mijn herstelproces met een eetstoornis. Goedemorgen allemaal. Vandaag zou ik eigenlijk naar de fysio moeten hebben, maar dat is verplaatst naar morgen. Dus ik ben nu een dagje vrij eigenlijk. Ik ga vandaag naar de markt en ik ga jullie meenemen. En ik ga verder nog wat boodschapjes doen. En ja, dat zijn mijn plannen voor vandaag. Morgen moet ik wel naar de fysio. En ik ga kijken of ik jullie daar mee naartoe kan nemen. En dit wordt de eerste nieuwe vlog vanuit mijn nieuwe huisje. Eerst ga ik even ontbijten. Ik heb met havermout en chiazaad een soort pudding gemaakt. Met yoghurt samen. Meloen, Gallia meloen. Stukjes nectarine, stukjes banaan. Gekruste cashewnoten. En dan nog een beetje koek- en speculaaskruiden. Zo, ik heb nu even de koelkast een beetje schoongemaakt en een beetje opgeruimd. En ik ga nu naar de markt. Ik ga even boodschappen doen. En daarna wil ik ook nog even naar de Albert Heijn. Maar ik denk dat ik alleen op de markt kan filmen. Want bij de Albert Heijn in Goes hier zo hebben ze niet van die zelfscanapparaatjes. Dus dan kan ik wel zelf scannen, maar dan via de app op mijn telefoon. Dus dan heb ik mijn telefoon dan nodig, zeg maar. Maar ik zal straks, als ik terugkom, wel even laten zien wat ik dan zo al gekocht heb. Jongens, check mijn tas. Ik heb net boodschap gedaan. Die hele tas vol, dat is 3,5 kilo, misschien 4, voor 8,20. Heb ik allemaal groenten en fruit. Maar ik denk dat ik eerst dit naar huis ga brengen voordat ik verder naar de appie ga. Hey jongens, het is een beetje donker, want het licht komt van buiten. Ik zit nou aan mijn soepje al. En dat komt omdat het toch best wel laat was, want ik moest nog even mijn boodschappen terugbrengen. Ik had mijn groenten en mijn fruit gehaald en toen moest ik echt eventjes terug op de fiets naar huis om alles hier in de koelkast te leggen. En dan nog even naar de appie en toen was het al 12:30. En nou is het 10:50 en dan ga ik eerst even eten. Ik heb nou tomatensoep gemaakt en ik had nog wat paprika en courgette over met bonen en surimi en zonnebloempitten en nog wat verschillende kruiden. Ik vond het trouwens wel heel erg lastig bij die markt dan, zeg maar. Dan is het zo druk en dan moet je, zeg maar, als ze vragen van ja, wie was de volgende, dan moet je dus best wel je stem verheffen, zeg maar. En ik vind het dan heel moeilijk. En dus eigenlijk was ik al aan de beurt, maar dan waren er 3 mensen die zeiden nee, ik was. En dan durf ik al niet meer te zeggen van nee, ik was eigenlijk, zeg maar. En dat vind ik dan heel lastig. Gelukkig was er op een gegeven moment een jongen en die had al in de gaten dat ik dan toch best wel al even stond te wachten. Dus toen liet hij mij toch eerst. Oeh, die is wel lekker. Zo, ik ga nu even een rondje naar Wemeldingen fietsen. En dan ga ik alvast kijken waar de ortho, maar ik moet helemaal niet naar de ortho, waar de fysiotherapeut zit. En eergisteren moest ik ook naar de fysiotherapeut en dan moest ik in Capelle. En ik dacht dat dat allemaal van die oude mannen waren, die fysiotherapeuten. Nou, dat had ik verkeerd gedacht. Had ik me daar toch eens een knappe gast, jongens. Spijtig alleen was dat hij niet gespecialiseerd was in lymfedrainage. Dus nou krijg ik iemand anders. Straks krijg ik alsnog een oude vent. Oké, ik ga het toch proberen hoor. Ja, het lukt! Ik kan veel op de fiets, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Maar nu kan het wel, want nu rijd ik tussen het land. Het is zo lekker. Het is zo leuk fietsen hier. Misschien komt dat ook omdat het allemaal nieuw is, maar ik vind het zo leuk. Ik weet zeker dat ik nooit, dat kan ik nu al zeggen, en ik woon hier nog maar 4 dagen. Ik weet nu al dat ik niet meer in Zuid-Vlaanderen, dat ik daar niet meer naartoe wil om op te wonen, zeg maar. Ik vind het hier zoveel leuker. Gewoon die bloemenpracht overal. Alle dorpjes zijn versierd en het is gewoon zo leuk. En in
in Vlaanderen heb je dat niet zo. Ah, ik ga dan door een appelgaard rijden. Check, hoe cool. Leuk, hè? Als ik jullie zo zet, kunnen jullie me dan zien? Nee, dus. Oh. Ah, dit is beter. Oké. Ik ga eerst even mijn cellen laten zien uit de diepvries. En dan de koelkast. En dan de rest. Als eerste heb ik volkorenbolletjes. Ik heb ook ijsjes meegenomen. De waren in de aanbieding. Dus ik heb deze meegenomen. Deze vind ik echt heel lekker. De salted cakey. Salted caramel cake van Breyers. En de cookies en cream van Breyers. En dan heb ik nog een bak ijs. Dit is de yoghurt bosvruchten van Hertog. Deze vind ik echt heel lekker. Die heb ik best wel vaak. Twee doosjes met diepvriesfruit. Ik heb ananasstukjes en ik heb bramenstukjes. En ik dacht, ik haal ze al in huis. Want dat is wel handig voor als ik de kaakoperatie gehad heb. Dan kan ik hier mooi smoothies mee maken. En milkshakes en dat soort dingen. En dan was ik ook nog naar de markt geweest. En daar heb ik het volgende gehaald. Een Galia meloen. Het was 2 voor 1,50 euro. Maar de jongen zei, moet je er 2 hebben? Ik zeg zo, nee dank je, ik ben maar alleen. Want dan zit ik straks de hele week meloen te eten. Dan heb ik een zak gekocht met spersieboontjes. Die rust ik echt heel graag. Vooral als ze nog lekker knapperig zijn. Een zakje met witlof. Ik heb een komkommer. En een krop ijsbergsla. Een bak, een hele volle bak. Met kastanje champignons heb ik ook nog tomaten meegenomen. Dit waren Nederlandse tomaten. Ik heb trouwens een video gezien over de keuringsdienst van waarde. En die gaat over trostomaten. Dan moet je, als je die eens terug wil kijken op de NPO-site, maar eens keuringsdienst van waarde intikken. En dan over de trostomaten. Dat is best wel grappig. En interessant. Heb ik eigenlijk standaard in huis. 1,5 liter pak yoghurt. Dit was de laatste. Optimaal was in de aanbieding. Ik dacht, yes, dan ga ik met mijn kwark. Maar ik kon mijn kwark niet vinden. Die met koffie, die vind ik echt zo super lekker. En die hebben ze alleen van Optimaal. En ik dacht, oh nee, heel die rij was leeg. En ik dacht, oh nee. En toen zag ik er eentje achteraan staan en ik draaide hem om en er stond koffie op. En ik dacht, oh, de laatste, die is voor mij. Dus die heb ik meegenomen. En dan was er nog aardbei en framboos. Dus ik heb framboos meegenomen. En citroen, maar ik hou niet zo van citroen. En voor in mijn soepie heb ik surimi sticks meegenomen. En ik heb nog een pakje kaas. Dit is belegen kaas van Milner, 30 plus kaas. En dan als laatste de houdbare dingen. En een rol volkorenbeschuiten heb ik meegenomen. Ik weet nog wel, in het begin van mijn eetstoornis, dan pakte ik altijd de naturel beschuit. Omdat daar dus minder calorieën in zaten. Maar ik vind die eigenlijk niet lekkerder dan de volkoren of de meergranen beschuiten. Dus het is me wel gelukt om daar overheen te stappen wat dat betreft. En om dan toch te kiezen op smaak en dan wel voor de volkoren te gaan en niet voor de naturel. Want dat er dan minder calorieën in zitten betekent niet meteen dat het lekkerder is. Ook al zegt je eetstoornis dat wel. Als je trouwens eens iets wilt, hè, dat ik bijvoorbeeld een bepaald product probeer. Of dat je zegt van, goh, ik wil weten wat jij daarvan vindt. Of dat jij iets eng vindt om te proberen. En dat je wilt dat ik het alles geprobeerd heb of zo. Hoe mijn ervaring er daarmee is en hoe ik daarmee omga. Of je hebt daar vragen over. Stel maar gerust en laat maar reacties achter. Dan kijk ik wat ik ermee kan doen. En ik kan niet beloven dat ik meteen de dag erop naar de winkel ga. Maar dan zal ik kijken bij de eerstvolgende boodschappen. Of ik daar iets mee kan doen. En of ik daar een soort van feedback op kan geven. En dat kan ik dan ook in mijn video's doen. Hoi hoi, ik ga nou even eten. Maar als ik mijn camera hier hou, dan zie je... Oh, het valt nogal mee. Ik heb 2 van deze boterhammen. Dit zijn van... de Albert Heijn stevig volkorenbrood. En ik heb nog een bolletje. En ik heb nou de muziek aan op de achtergrond. En ik krijg wel vaak de vraag nu van, maar voel je je niet eenzaam? En ik moet zeggen, ik voel me helemaal niet eenzaam. Eigenlijk precies het tegenovergestelde. Ik heb me nog nooit zo... verbonden gevoeld met de buitenwereld als nu. Terwijl ik woon op mezelf. En ik moet er nog wel even aan wennen, want soms hoor ik echt gestommel hierboven. En dan denk ik van, oh, zo meteen gaat er iemand mijn kamer binnenkomen.
Maar dat is dan helemaal niet zo, zeg maar. Dan moet ik er echt aan wennen, zeg maar, dat dit echt mijn eigen plekje is en dat er niemand verder komt behalve ik. En dat is wel fijn. En ik denk, doordat er verder hier niemand is, ben ik zelf in staat om zelf te kiezen wanneer ik de maatschappij inga. En ik kom best wel veel onder de mensen op een dag. En ja, ik voel me daar gewoon prettig bij. En ik denk dat eenzaamheid, dat in jezelf zit. Als jij kan leven met jezelf, als jij jezelf kan accepteren en respecteren, en als jij lief voor jezelf zorgt, dan denk ik dat je je minder snel eenzaam voelt, omdat je met jezelf door een deur kan, dan wanneer je niet met jezelf door een deur kan. Ik denk dat positiviteit ook bijdraagt aan het je verbonden voelen met de wereld, zeg maar. Ja, dat is wel iets om over na te denken, denk ik. Nou ja, ik ga nu eerst even eten. Oh ja, en ik heb nog een rauwkost met notenbakje. En dan vanavond wil ik nog een beetje stofzuigen, want ik had al gemorst vanmiddag. En dan ga ik lekker douchen en dan televisie kijken. Tada! Kijk jongens, ik heb nog even één van mijn schilderijtjes opgehangen. Die heb ik vorig jaar, toen ik opgenomen zat, heb ik die gemaakt. En nou hangt die hier. Ik sta nu even in de keuken, want in de woonkamer is het licht al uit, dus daar is het donker. Ik heb nu een schaaltje met nectarine en druiven. En ik heb een cracker met pindakaas en chocoladesaus en nog wat nootjes en nog wat krentjes en stukjes mango. Ja, dat was het voor vandaag, denk ik. Ik weet niet of ik morgen veel kan filmen, want dan is het best wel een drukke dag. Om 10:30 heb ik gesprek met mijn begeleider van het Sociaal Pension. En dan daarna meteen om 10:45 moet ik op de fiets naar Wemeldingen, want om 12:00 heb ik dan visio. En dan hoop ik dat ik op tijd terug ben voor de lunch, maar die staat al klaar. Dus daar hoef ik niks meer aan te doen, alleen nog wat kruiden toevoegen. Ja. Ik zie jullie morgen. Oh, en ik zou het bijna nog vergeten. Esje! Dit is een halve bak van de yoghurt bosvruchten. Goedemorgen. Ik heb lekker geslapen en ik had zin in een bakje koffie. Oh, die is wel welkom. En ik ga zo even ontbijten en ik heb een druk ochtend, dus ik weet niet of ik in de tussentijd nog iets vast kan leggen, maar dat zullen we wel zien. En nu heb ik een ontbijtje. Ik heb chia pudding gemaakt met havermoutbrei en druifjes appel, gekruste cashewnoten en pompoenpitjes met kaneel. Hey, en zoals verwacht heb ik tussendoor niet meer gefilmd. Ik ben dus naar de fysio geweest en die zat in Wemeldingen. En het was een oudere man. Ik ging echt helemaal stuk om. Ik had gisteren ook een WhatsAppje gestuurd naar mijn moeder van, ja, als het nou een oudere man is, dan ga ik echt helemaal stuk. En dat was dus ook zo. Dus als ik mag kiezen, dan zou ik toch voor die sexy fysio gaan van eergisteren. Maar ja, kwaliteit gaat beter voor kwantiteit in dit geval. We hebben meteen even afspraak gemaakt ook voor na de operatie. Dus dat is wel fijn dat dat in ieder geval staat. En het was ook niet moeilijk te vinden. Dus dat. En oh, ik kreeg nog net een brief binnen. Omdat ik me dus had aangemeld dat ik kwam wonen in Goes. En toen kreeg ik allemaal van die postkaartjes erbij als een soort van cadeautje. Kijk, dan kreeg ik allemaal van die mooie postkaarten. Leuk hè? Allemaal van Goes en omstreken. En dan ga ik nu even soepje eten. Zoals je ziet heb ik er kikkererwten in een surimi. En ik had hem gisteren al gemaakt. Dus volgens mij zitten er champignons en tomaat en sla en pompoenpitten. En kruiden. Ik ga zo weer echt een keer maken.
Met pindakaas. Sorry, ik moest even gapen. Met pindakaas, ketchup en met kaas. Hey, hey. Ik hoop dat jullie me een beetje zien. Ik heb eigenlijk verder niet meer gefilmd, want ik voelde me niet zo fit. Dus ik heb eigenlijk alleen maar rustig aangedaan vanmiddag. Ik ben gewoon heel snotterig en een beetje verkouden, zeg maar. En ik denk dat dat ook komt omdat mijn douchekraan niet helemaal goed is. Want ik denk dat er een grote verkalking in zit. Want de thermostaat doet het niet, zeg maar. Je draait hem aan en dan is die wel warm. Maar 10 seconden later gaat hij van warm naar koud zelf. Terwijl de temperatuur wel op hetzelfde staat, zeg maar. Dus ik heb naar de woonstichting gebeld. En er komt morgen iemand langs om even naar de kraan te kijken. En ik denk dat ik door dat douchen met een niet zo comfortabele temperatuur. Dat ik daar misschien een beetje koudje van op gedaan heb. In combinatie met open raam op mijn kamer misschien. Maar hopelijk verbetert dat vanaf morgen. Ik ben trouwens, want ik ga zo even laten zien wat ik heb. Maar ik ben van mijn druifjesdingen, dat ik alleen maar druifjes mag 's avonds. Ben ik een beetje van af. Dus daar ben ik best wel blij mee dat ik nou ook iets anders mag pakken qua fruit, zeg maar. Kijk maar. Kijk, ik heb nu meloen. En ik heb een kopje thee. En ik heb nog een paasei. En een eierkoek met pindakaas en zeesaus. En chocoladesaus. En dan vanavond nog een bak met kwark. Maar die zal ik straks wel laten zien. En dan hoop ik dat jullie het leuk vonden. Mijn eerste vlog in mijn huisje. En abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt. Laat suggesties achter als je iets anders van mij wilt zien. Of als je bepaalde vragen hebt. Of bepaalde dingetjes, ideetjes. Laat maar weten. Geef een duimpje omhoog. En ik zie jullie graag in de volgende video. Doei! Ta-ta-ta-ta-ta. Ik heb nog een schaal met frambozenkwark. En daar gaan nog... wel scherp stellen. Krusje bij. En nog noten en wat gedroogd fruit. En dat is het dan voor vanavond.